This video is powered by the following sponsors. Allemaal, dit is Suhan Hari, Combat Point. Tegenover mij staat een winnaar van een zwaar bepochte partij, waarbij hij iedere ronde een knockdown heeft weten te scoren, maar hij wilde niet slapen. Vertel. Ja, de eerste ronde. Het plan was eigenlijk een catch me if you can, maar alles ontwijken en daarop counteren. Het plan werkte niet helemaal naar behoren en dan val ik terug in mijn primitieve en dat is gewoon beuken. En ja, ik probeerde gewoon de gaatjes te vinden. Op een gegeven moment kwam een zakje gaatje links overtrapt. Toen ging die plat. Ik dacht, het is al klaar. Maar goed, hij was zo bitter genoeg om weer op te staan. Hartstikke goed. Nou ja, goed. En toen, maar ik merkte eigenlijk dat, ja, weet je, het is, ik groei dan in mijn spel. En je ziet dat hij dan een beetje zakt in zijn spel. Nou, daar neem ik een profijt mee uit, weet je. En, goed, zo groei ik ook in mijn dingen. Ja, gewoon slaan. En op een gegeven moment was het links-rechts. En die was echt right on the button. Dus als ik jou goed begrijp, gameplan was heel snel de deur uit. Ja. En uiteindelijk was het gewoon van zoeken naar het gaatje. Juist, dat was gewoon, weet je, oké, kop inpakken en gewoon gaan, weet je, beuken, knallen zoeken, gewoon gaatjes zoeken. En nou goed, in dit geval heeft het goed gewerkt. Je lijkt heel erg blij. Ja, ik ben ook blij. Weet je wat het is? Ik heb sowieso echt 8 weken lang getraind. De eerste 4 weken, kon ik gewoon mijn ding doen. En dit zijn in ieder geval de fans die heel blij zijn met zijn winst. Dus. Ja, en de laatste 4 weken was ik heel druk met werk. Weet je, echt met opleiding en zo. En ik zat een beetje in een mentale dip ook. Want voor mijn gevoel kon ik niet goed trainen. Ik kwam was gewoon moe steeds, weet je. En ja, dan krijg je een mentale crash van, weet je, gaat het lukken? Heb ik wel goed genoeg getraind? Train ik wel goed genoeg? En goed, weet je, en dan krijg je zo'n resultaat. En dan, ja, dan ben je gewoon dubbel blij, zeker weten. Maar ja. Vooraf zei je tegen mij van, nou, ik moet echt kwaad worden op mijn tegenstander. Dan heb ik nodig om te winnen, dat was je. Hoe is jouw gevoel nu? Ja, nu, weet je, daarna heb ik me ook gewoon verontschuldigd aan mijn gedrag. Ik word, kijk, ik ben gewoon heel emotioneel. En ik vecht gewoon met het gevoel. En als ik gewoon boos word, ja, dan heb ik meer reden voor mezelf om iemand echt meer pijn te doen, weet je. En goed, dat komt misschien een beetje arrogant gedrag. En eigenlijk vind ik dat kut. Want ik ben gewoon, weet je, ja. Ik ben een hele aardige jongen. Ja, ik probeer relaxed te zijn tegen iedereen. Daar heb ik ook gezegd, weet je, tegen mij, sorry man, weet je. Ik vecht gewoon met emotie en soms gedrag gewoon kut. Maar sorry, maar ja, goed. Conor McGregor doet dat ook, hè? Ja, nou ja, goed. Dat is, Hoort een beetje trash talken bij de sport? Ja, zeker weten. Weet je, dat trekt gewoon publiek aan. En het is meer show, toch? Het is meer show. En mensen betalen om show te zien. Mensen betalen niet om ticketje te zien. Zo zie ik het wel. Ik bedoel, ik heb nu 50 man meegenomen. 50 man die komt niet om ticketje te zien, weet je. Die komen gewoon om dit te zien. Spektakel was dit. Want iedere ronde een knockdown. Ik heb echt genoten van je partij. Bedankt daarvoor. Want dan ga je er heel veel tijd en energie in zitten. En dat zorgt ervoor dat je gewoon, voor jouzelf is dit natuurlijk ook goed. Want je wordt gewoon ook veel meer gevraagd. Je bent een A-klasse vechter. Beginnende A-klasse vechter. Dus je hebt nog een hele hoop toekomst voor je. En het mooiste vind ik echt waar. Ik heb nu 50 man van mijn schreeuw, maar het mooiste vind ik aan deze kant, ken die mensen allemaal niet. Dat je niet schreeuw ook, die genieten ook ervan. Dat geeft mij ook energie, weet je. Dan groei ik ook nog meer. Ik vind dat gewoon gruwelijk. Ik hou ervan als ik hou gewoon van het publiek, weet je, als dat zich betrekt in het gevecht, dat is gewoon vet, ja. Nou, meneer Saïdi, we hebben heel erg genoten van jouw wedstrijd. Kunnen we de volgende keer jou verwachten? Ik denk dat ik in februari sowieso wel weer van de partij ben. En in april, 100%, dan verdedig ik mijn Nederlands titel weer hier op de 5000 schalen. Oké, wij kijken eruit. Ik hoop jullie ook. Zorg dat jullie deze video liken en delen. Blijf deze jonge A-klasse vechter volgen, want hij is echt mega goed. Bedankt voor je tijd hier zo. En voor jullie, tot ziens allemaal.